Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Wessel Penning. Hier Amsterdam speaking. Hoe gaat het? Jij staat op de call single? Ja, maar wel bij het vieze gedeelte. Want om mijn beest te ontsnappen aan de teringherrie, ja? Sta ik nu bij de toiletten. Bij de toiletten, wacht even. Situeer dat eventjes voor de hartgrasluisteraars. De toiletten, waar? In Rotterdam hebben we een fontein. Ja. Want op zich houden we in Rotterdam wel van fonteinen. Is dat het toilet? Dat stond de Hofpleinfontein. En bij de Hofpleinfontein rechtsaf, als je vanaf de Silo rijdt, daar staan heel veel toiletten. En daar ben ik gaan staan, want het lawaai is enorm van de muziek. Ja, kun jij... jij hebt wat ervaring op de Col Single met huldigingen. Is dit vergelijkbaar met vorige kampioenschappen? 1999. Ja. Ga maar door. Ja, ik heb het net al met mijn zoon zitten analyseren. Ik denk dat dit heeft opgebouwd door in de slotjaren dat Feyenoord eigenlijk al 2 jaar in hype is. Want wij gingen om 9 uur en dan begint het 12 uur. En we konden de eerste 2 vakken waren al vol. En uiteindelijk hebben we nu een plek aan de scherm gevonden waar het balkon in de verste verte niet te ontdekken is. Maar ik denk dat hoogstens 15% van de mensen hier iets van een balkon ziet, laat staan een stadhuis. Het is drukker dan in 2017. Je weet niet hoe dat komt. Of dat gewoon is dat mensen meer houden van feestjes dan vroeger. Alleen, ik heb het nog nooit zo'n fijne, prettige sfeer gehad hier. En dat verbaast misschien wel gezien een paar incidenten dit seizoen. Maar het is echt een heel fijne sfeer. Gisteravond al. En ik ging om 10 uur nog de fontein in. En ja, ik heb geen rare liederen gehoord eigenlijk. En dat is vrij verrassend. Wessel, jij ging zelf de fontein in om 10 uur? Ja, nou, ik zat een beetje klem, Danielle. Leuk dat je er bent trouwens. Maar ik had een column gemaakt, 's ochtends al, voor de krant. En daarin had ik geschreven dat ik de fontein in ging, zou gaan. En die column was natuurlijk al door toen het 10 uur was. En ik dacht, ja, ik kan niet mijn hele leven gaan liegen dat ik wel de fontein in ben geweest. Maar ik was al thuis, want het was te druk en de fontein was niet te bereiken om 8 uur. Dus ik ben naar huis gegaan. Toen ben ik weer teruggegaan om de fontein in te gaan. En mijn zoon, die, want ja, de dingen zijn omgedraaid tegenwoordig. Mijn zoon was in de kroegen waar ik vroeger zat. Die is toen naar mij toe komen rennen. Echt met me komen rennen, een kwartiertje lopen. En die heeft mij toen gefilmd hoe ik het water inging. En toen trof ik ook nog 2 hele goede vrienden van me. Ook en tegen een van die, ja, ook bij de fontein. En tegen een van de jongens zei ik, en hij heeft het CDJA in Baardrecht opgericht. Dus dan, ik zei, nu geloof ik dat God bestaat weer. Nu geloof ik het weer. Op zo'n mooi gedoopt moment. Ja, maar ja, nou ja. Nee, maar dat hoor ik. Het is dopen. Ik hoorde dat een man met zijn kindje van 1 daar naartoe was geweest. Ja. Dat jochie dat sliep in een buggy. En die had hij echt gedoopt. Ja. Dus het is heilig water. Iets wat lullige fontein op het Hofplein. Ik hoop dat die schoner is dan die play waar Wessel in staat. Nou, dat was hij niet. Oh. Frans, dat was hij niet. Frans, het was heel bruin water. Met schuimeren van het bier. Oh, maar het was wel, doordat ik om 10 uur ging. Het was wel vrij magisch, want er was vrij fatsoenlijk vuurwerk van Rotterdamse begrippen. En er waren de lichten van de Wena en van de torens eromheen. Dus het had wel iets magisch. Maar dat water zo bruin. En als je dan in dat water lagen ook allemaal dingen. Ik hoop niet dat het kinderen waren, maar glazen. Of weet ik wat, waar je overheen liep. En dan moest je klimmen op die rand van die fontein. En dan moest je een sprongetje maken. En dan kwam je in een laag blubber terecht. Maar dat is echt ongelooflijk. Maar daar stonden dus... Daar stonden dus een dag voor, daarvoor nog allemaal viooltjes, maar die zijn niet meer te zien. Het kwam op het weg. Dus het is een, nou ja, maar goed, het is echt heel erg mooi. En je klinkt als iemand van de EO. Ja, maar ik heb daarover nagedacht. Dit is waarschijnlijk wel iets religieus, want anders zou ik niet weten waarom zou ik nou zo blij zijn. Waarom zou ik dit misschien wel als de gelukkigste dag van mijn leven beschouwen? Dat is best wel raar. Nou ja, het is ook inderdaad wat Danielle zegt, het evangelie van slot. Feyenoord is de meest religieuze club. Dat hadden we toch al wel eerder
geconstateerd van alle voetbalclubs in Nederland zeker. Dus dat is allemaal niet zo onlogisch. Nee, en wat wel heel meespeelt, want dat heb ik gisteren... Ik kreeg felicitatie van meneer Spaan. Dat stelt natuurlijk zeer prijs. De grijze eminentie, ja. Ja, zeker. En die heb ik gestuurd. Ik heb geschreven... Dit is de dag waar ik eigenlijk wel even op gewacht heb. Een kampioenschap met mooi voetbal. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk het mooie. Die enorme misvatting. Ja. Misvatting dat mensen hier van werkvoetbal houden. Ik hou van mooi voetbal. Altijd gehouden. Waarom zou ik van werkvoetbal houden? Van Adelgem heeft ooit gezegd van... Als ik hard werken wil zien, ga ik wel naar de haven. Dus het is nu voetbal. Kijk naar die tweede goal gisteren. Het paasje door de linies heen van Wiefer. Het lopje van Paxiao. En dan die goal van Jiménez. Ja. Hogeschool voetbal, ja. Zeker. Ja, maar, en daar zijn we hier niet mee gewend. Maar dat moet wel altijd het doel zijn, vind ik, van voetbal. Ja, maar je bent met me eens dat jij een EO-achtige blijheid in je hebt. Je keek gisteren ook om je heen, ik had je eerder aan de lijn. En je zei, ik zie ook dat dit het kampioenschap is van alle Rotterdammers. Ja, je moet een beetje oppassen dat je op dit soort dagen niet grote conclusies trekt. Hè. Maar het is wel heel mooi wat er gisteren 10 uur bij die fontein stond. Dat was echt totaal alle kleuren, maar dan ook echt alle kleuren. En dan niet volgens de multiculturele droom die de PvdA in de jaren 90 al probeert te verkopen, maar die niet echt is aangeslagen. Dit was echt zo, want het is gewoon een proces. Rotterdam is niet meer van de witte man. Rotterdam is gewoon van alle kleuren. En dat zag je. En er stond bijvoorbeeld de familie met allemaal te strakke Feyenoord-shirts. En die hadden een grote box van 1 meter hoog bij zich, waar allemaal liederen uitklonken de hele avond bij die fontein. De Antillianen zorgden weer voor geluidsoverlast, begrijp ik? Nee, het was fantastisch. Het was zo mooi. En ik heb zoveel Turken gezien, Marokkanen. Het is echt schitterend. En dat zie je dan wel. Dat is waarschijnlijk ook een deel van de verklaring van mijn blijdschap. Dat bij Feyenoord successen altijd heel erg aan de stad ook hangen. En aan het gevoel van de stad. Ik bedoel, ik sta hier nu bij de ingang waar nog steeds mensen komen aanlopen. Terwijl het al zo vol is. En het is echt alles wat hier loopt. Ook van die mannen van 80 met van die sjaaltjes, die eerste voetbalsjaaltjes in Nederland. Die van dat dunne zijde waren. En die lopen daar dan mee toe. En shirts met namen van 30 jaar geleden erop en zo. En dat is gewoon een heel mooi feest. We hebben ook nog de azijnbode in huis. Frank Heijnen van de Volkskrant. Frank, heb jij nog iets te vragen? Of het zuurste? Zeker vragen. Ik zou eigenlijk willen dat Wessel vanaf nu verslag doet van alles. En niet alleen van Feyenoord gerelateerde festiviteiten, maar gewoon ook van nieuwsdingen. Ja, ik knap daar enorm van op. Ik kwam hier binnen als iemand van de azijnbode. Ik ga hier weg als iemand van de EO, hoor. Ja. Geweldig. Nou, kan ik een zeer enthousiast en vriendelijk mens zijn, maar in mij zit ook... Vraag maar aan Hugo Borst. In mij zit ook een Hugo Borst, hoor. Ja, je kunt ook een duivel zijn. Je maakt toch zo nu en dan ruzie. Maar zeg eens eerlijk, je bent ook een heel sentimenteel mens. Jij hebt natuurlijk al gehuild. Dat willen we toch even weten. Dat ik gehuild heb? Ja. Geen vraag, hè. Ja, eigenlijk al de hele week. bij ieder mooi liedje dat voorbij komt. Echt mooi liedje ook Feyenoord hebben. Er zijn er een paar mooi. Kok van de Pannen. Maar gisteren was een heel mooi moment. Is een herinnering van vorige successen. Wanneer het de 87ste minuut is. En iedereen opeens denkt, nou we beginnen maar vast met vieren. En ja, dat is wel de wilde van, het geluk. Ja, ik ben even heel niet snel. Jullie durven wel in de 87ste minuut met 3-0 voor. Nee, wacht even. Ik heb op 17 februari geschreven in de krant dat we kampioen worden. Toen hebben vele Feyenoord supporters me verzocht die column in te trekken. Jinx, maar ik heb daar steeds wel in geloofd eigenlijk. Maar huilen, ja, het is echt ontroering. En het is echt wel besef dat er belangrijke dingen zijn. Maar ja, laat de mens genieten zoveel die kan. Ja. Wessel, we ronden af. We wensen jou, het is nu tegen 11:00, om 12:00 gaat het los. We wensen je ontzettend veel plezier.
En, ja. en blijheid. En ik hoor het van de week wel terug. Ergens met een zwarte koffie in een barretje. Ja. Zeker, zeker. Wij gaan hier verder een beetje op niveau. Vind je dat goed? Ja, 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 dat is goed. En wie gaat dat niveau bewaren van jullie? Nou ja, we hebben een hoog IQ hoor. Zelf zit ik net boven de 100. Maar als ik zo om me heen kijk, dan... We hebben Pelle hier ook nog zitten. Pelle, okay, niet vergeten. Nou... En we worden gesteund door Pocon, hè, en door NordVPN, toch? Ja, maar daar zit inderdaad wel heel veel intellect achter. En sociale bewoonbaarheid en dergelijke. En ook een vleugje religie, denk ik. Van de orthodoxe kant van de Veluwe, schat ik in. Helder, dankjewel. Wij gaan verder. Bedankt, hè. Heel veel lol. Heel plezier. Dag. Dag. Ah, had ik al gezegd dat dit aflevering 121 is? 122. Van Hartgras. Welkom, luisteraars. Jullie waren er al een minuut of 10 bij. We hoorden Wessel Penning vanuit het centrum van Rotterdam. Ook even voor de luisteraars die dit hebben gemist. Hugo Worst, die kwam al zingend de trap op. Dat is één woord. Niets is sterker dan dat ene woord. Feyenoord. Prachtig hoor. Oh. Ja, nou ja. Er waait een mooie wind. Dat is leuk. En zelf ben ik Spartaan. Dus, maar omdat ik Feyenoord heel intensief heb gevolgd in de midden van de jaren 90. Toen Feyenoord echt nog wel een andere club was. Toen bleef het leeg op de Koolsingel. En toen bleef het leeg, ja. Dat kleeft dan ongeveer eeuwig aan je. Maar het is ook wel heel fijn als die Koolsingel vol blijft. En ook heel fijn dat er volgens mij niet al te veel verkeerd is gegaan tot nu toe. Nou, en het mooie met goed voetbal voor de verandering. Want, ja, precies. Want iedereen vereerde slot vorig jaar al. Maar dat was toch wel een beetje hutse-klutse voetbal met Cyril Dessers als symbool daarvan, denk ik. Ja. En nu voetbal is echt goed. Dus ze hebben ook echt een goede spits nu en echt goede... En laat ik zeggen, hoe op alle linies dat? Goede spelers. Wij volgen toch allemaal het voetbal al heel lang. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je in één jaar een elftal mag optuigen? Dus dat betekent heel veel nieuwe spelers halen. En ja, dat je je evangelie kan overbrengen op die spelers. En nou ja, dat er een wonder is verricht. Ik blijf een beetje religieus. Want Feyenoord voetbalt gewoon heel goed. Met bezieling. Maar ik denk het omgekeerde juist. Dat omdat hij nieuwe spelers had, kon hij ze helemaal naar zijn evenbeeld vormen. Terwijl, maar jij weet dat er altijd wel miskopen tussen zit. Er zitten miskopen tussen, maar het is erger als je met zo'n zootje zit met verkeerde machtsverhoudingen, verkeerde praatjesmakers en weet ik wat. En waar je het mee moet doen. Hè, die al en jij, noem eens een voorbeeld, Frans. Groningen. Ja. Wat zij in de winterstop allemaal hebben gehaald, al die buitenkantjes, dat heeft totaal niet gewerkt. Nee. Dat Feyenoord heeft allemaal buitenkantjes in de zomer gehaald. En dat is gewoon gesmeed. Hansco, 6 miljoen. Buitenkantje. Ja. Echt spotgoedkoop als je het nu achteraf ziet. En dat is allemaal op zijn plek gevallen. Ja. En die Pacharo bijvoorbeeld. Ja. Echt een leuke Braziliaanse voetballer. Is Slot niet ook gewoon een soort sociaal genie? Dat hij dat soort spelers allemaal op de toppen van hun kunnen. Als je dat interview met Kukzu gisteren ook hoorde. Dat hij zei, ja, hij is veel meer dan een trainer en zo. Dat zijn natuurlijk allemaal, nou ja, dan kom je al snel weer in de Bijbel terecht. Maar het is, ik heb het idee dat hij gewoon dat soort voetballers, die ook al met gemak een aardige eredivisie voetballer had kunnen blijven, gewoon een enorme push heeft gegeven. En dat dus ook met al die Nou, er staat een heel interessant verhaal vandaag. Dat is een samenvatting van wat in het boek van het AD terechtkomt. Mikko Schauka heeft zich in Slot verdiept, met Slot gesproken, met de omheen. En wat hij eigenlijk het allerbelangrijkste vindt is niet de tactiek, maar het enthousiasmeren. Ja, precies. Het blijven prikkelen, de spelers blijvend scherp houden, elke week weer. Hij verzint zich gek om spelers te motiveren, tot het uiterste te dwingen, om ze te laten geloven dat de arbeid die ze erin moeten stoppen ook echt nut heeft. Ik denk dat het is. Ja, en dat zie je ook aan, als je dan kijkt naar andere trainers. Ik wil niet zeggen dat je bij Slot langs de lijn al ziet dat hij een enorme, dat iedereen van graag mag en dat hij iedere dag het gezellig maakt op die club. Maar je ziet aan collega-trainers wel dat ze daar veel meer moeite mee hebben. Hij is, dat is zijn grote talent. Hij heeft dat volgens mij geweldig
Maar als je dat dan vergelijkt met Heitinga, bijvoorbeeld, wat zie je dan en wat zie je dan niet? Nou ja, daarvan denk ik niet dat hij iedere dag zich gek verzint aan nieuwe... Ja, nieuwe... doet hij wel. Ja? Hij is heel populair bij die spelers, omdat hij zulke goede trainingen geeft. Nee, ik denk dat Heitinga het probleem heeft dat hij tactisch nog niet zo slim is als bijvoorbeeld Slot. Hij speelt minder slim en hij vindt het ook moeilijker om met zo iemand, denk ik, als Tadić om te gaan. Hoewel we zullen zien volgend seizoen, want... Maar is dat niet ook het verschil dat bij Feyenoord eigenlijk niet echt een grote vedette is rondlopen? Het zijn allemaal deel van het team. Kijk naar Graham Potter, waarom hij zo goed was bij Brighton. Dat is ook iemand die echt motiveert en het beste mentaal uit de spelers wil halen. En daardoor heeft hij ook gefaald, de zaak is bij Chelsea, omdat die dat niet van hem aannamen, omdat het allemaal van die vedetten zijn. Dus maar het is wel... Kuksu is een lastig mannetje. Ik denk dat niet veel trainers hem zo zouden hebben laten voetballen. Want het is een jongen die al op zijn 12e goed kon voetballen. Ja. En die liep voor geen meter. Die wou alleen maar mooie acties maken, zonder bal niks. En nu zag ik hem ook weer allemaal van die loopacties maken naar de cornervlag, helemaal voor niks. Ja, dat zou dat deed hij ook voor de trainer. Dat bleek wel, hè, na afloop. Had ook kramp, hè, op het laatst. Ja. Hij ging naar dat misschien nog wel het mooiste moment was, Kuksu en Slot. In een omhelzing en de camera die daar omheen draait. Zelfs ik kreeg daar een klein beetje kippenvel van oh shit. Maar hij had enorme dat stukje huilde in de armen ook van Slot, hè, zo vader en zoon. Maar hij had enorme slaapproblemen, heeft hij opgebiecht. Kuksu. Echt gekmakend, veel te weinig slaap. En daarvoor heeft hij ook iemand geconsulteerd. Ik weet niet of het een psycholoog was of... dat weet ik niet, maar die heeft hem enorm geholpen. En natuurlijk Slot ook. Maar daar, het is bijna vader en zoon. Hè? Terwijl Slot eigenlijk best wel een heel jonge coach is. Ja. Bijna een vader-zoon relatie. Je ziet een beetje Van Gaal 95, die met zijn pupillen een soort vaderrol speelt. Ancelotti met zijn jonkies. Ja, en ik denk dat Slot ook in staat is geweest, Kuksu, maar ook wel andere jonge spelers, te overtuigen van het feit dat ze elkaar enorm kunnen helpen. Het is natuurlijk niet alleen dat Kuksu Slot nu geholpen heeft, maar Slot heeft Kuksu nu ook richting de Europese, onder de top gecatapulteerd. En dus ze hebben elkaar naar grote hoogte gestuurd. Ik denk dat Slot heel duidelijk heeft gemaakt toen hij daar kwam dat kon. En wat daarvoor nodig was. En alles is overdracht. Is hè? Ja. Ik denk wel eens, Heitinga bijvoorbeeld. Die moet toch, hoe noem je dat, didactisch minder zijn dan Slot. Een kind van twee docenten. Hè, dat is natuurlijk een vak om iets goed over te brengen. Ja. En ik denk, als je dat niet kan, dan houdt het al een beetje op. Ja, dat is, nu je dat zegt, Van Gaal is een docent. Co Adriaans was een docent. Hiddink, is je ook docent? Ja, in ieder geval wel de gave daarvoor, maar... Maar wat ik van begrepen was van een andere trainer, gewoon amateur trainer, die zei, je moet spelers altijd op verschillende manieren aanspreken. He, dus dat advocaatgedoe van, kom op jongens de beuk erin, dat helpt voor maar misschien 1/3 van de selectie. Intelligente speler wil meer over tactiek horen, maar zo'n enthousiaste speler wil gewoon even peper in zijn reet en we gaan. Pas communicatie en een andere speler moet je de stress uit zijn kop praten. Maar dat is een vorm van sociale intelligentie, toch? Dat je ziet hoe je... En dat zie je Slot goed doet. Dat iedereen op zijn manier beter wordt. Dus heb je zelfs in voetbalmanager. Dan kan je ervoor kiezen om linies op een bepaalde manier aan te spreken. Spelers individueel. Dat is toch voetbal 4-1-1 of 1-0-1. Mm-hmm. Dat weet iedere trainer. Maar het moeilijke is om dat ook echt te doen, denk ik inderdaad. En als je dat kan, dan is de sky the limit. Als je je kennis weet over te brengen aan verschillende soorten mensen, dan maakt het volgens mij ook niet zo heel veel uit of je een tactisch genie bent of niet. Ja. Maar dan zit die overdracht inderdaad in orde en dan komt de output vanzelf. Maar toch is het, bij Slot heeft toch het voordeel gehad dat ze allemaal nieuw waren, ze allemaal moesten bewijzen. Ja. Terwijl bijvoorbeeld Schreuder had te maken met Blind, Tadić, allemaal Timber, die zich allemaal te goed voelden voor een heleboel dingen. Bobby die vond dat hij in de basis hoorde. Kudus die vond dat hij toen al de beste was. Maar het is wel interessant, denk je dat Brobbey wel aan de praat was gekregen door Slot? Dat is wat anders. Nee, maar het gaat erom wat je erf je. Je erft al machtsverhoudingen binnen zo'n kleedkamer. Jij komt nieuw, ze gaan jou uittesten. Net zoals een nieuwe leraar voor de klas. Kijk hoe ver je kan gaan. Ja, laat staan dat de rest van de school bij Ajax natuurlijk ook een zootje was, zeg maar, in het management toen Schreuder kwam. Ja, ik denk dat, want de boer had er ook geen last van. Dus ik denk dat niet zo'n directe invloed heeft gehad, dat kan ik me niet voorstellen. Maar ik denk dat het
Nee, dat je gewoon... Slot zei dat ook heel bijzonder was. Dat kennelijk het jaar ervoor niet. Iedereen was positief. Hij had geen dwarsligger of splijtswam in de selectie. Ja. En dat is, zeggen trainers volgens mij altijd, het moeilijkste. Spelers die een basisplaats eisen te vinden, dat ze te veel op een verkeerde positie worden ingezet. Ja. En dat gezeik... Heeft niemand geklaagd over een positie, geloof ik. Hè? Dat die zei van, laat mij nou op 10 of zo. Ja, of ik hoor in de basis, hè, wat je bij Ajax altijd hoort. Ja. Hè, iedereen vindt dat, een man of 15 die vinden dat ze in de basis horen, hoe slecht ze ook spelen. Ja, maar dat is bij Feyenoord natuurlijk ook. Maar zolang er gewonnen wordt, houden die hun mond, toch? Nou ja, ze zijn ook... Ze hebben tegen Utrecht uit bijvoorbeeld een hele slechte wedstrijd gespeeld. Maar dan is het die week erna... is het ook meteen weer goed. Dus er is nooit een periode van verval. Hè? Er is een incidentele slechte wedstrijd. Ja. Ze hebben maar één keer verloren natuurlijk. Dus dat zegt al genoeg eigenlijk. Ja, dat was ook niet een kansloze wedstrijd tegen PSV. Nee, het zou nu anders kunnen zijn. Timber is natuurlijk geblesseerd geweest. Dat was natuurlijk een blessing in disguise. Ja. Want Timber, Quinten Timber, het lijkt me wel een type... die vindt dat hij in de basis hoort. Hè? En... Ze hebben geluk gehad met blessures. Ja. Iedere keer als er eentje klaar was... was de ander dan weer. Dan kwam de ander weer, viel er weer eentje uit. Toen roleerde de blessures. Ja. Dus er is ook een verschil tussen je basisplaats willen afdwingen... wat het geval is bij Feyenoord... en een basisplaats willen opeisen... wat het geval is bij Ajax. Ja, maar dat gaat ook als je voor 23 miljoen bent gekocht... ga je er wel van uit dat je in de basis staat. Nou weet ik niet of die Bessie nou klaagt... maar het zijn natuurlijk dusdanige bedragen bij Ajax... dat je ook wel denkt, ik ben heel belangrijk. Ja, hij is echt een cheerleader op de bank. En hij spoort iedereen aan. Ik let wel eens op en denk ik, oh ja, die vormt zich wel in deze rol. En die ondersteunt een team. Maar je ziet ook heel vaak spelers bij Ajax heel zuur op de bank zitten. En alsof ze gewoon tapped out, zeg het in het Nederlands. Ja. Gewoon niet daar zijn met hun uitgeplucht, hoofd. Uitgeplucht, zo maar. Ja. En dat heb je bij Feyenoord nooit gehad. Die beleving, die bezieling in dienst van het team. En wel het beste voor jezelf. Individueel eruit willen halen, maar altijd in dienst van... dat ene woord, Feyenoord. Maar goede trainers, en dat is een beetje kinderachtig... maar die zeggen toch tegen reserves... ja, niet om het een of het ander, maar je juicht gewoon mee. Ook al voel je je broer... Tenminste, dat hoor ik altijd. Dat zou je verwachten, inderdaad. Dat hoort toch bij het teamproces. Ja, precies. Ja. Ja. En dan kom je weer terug bij wat Frans helemaal uitlegde. Het communiceren. Als je dat niet kan, dan houdt het eigenlijk op. Hoe ver kan je dan nog rekken? Maar bij Slot denk je toch aan Van Gaal... Ten Hag. Ja, de totale mensprincipe. Hè? Dat, Nou ja, meer dan een trainer. Je komt er niet meer mee weg door met een zak ballen naar een trainingsveld te sloffen. Wat van de pionnen neer te zetten. Ja. En dan zeggen, kom op jongens. Ja, het zou toch interessant zijn als nu die Disney-documentaire nog een seizoen zou uitkomen, toch? Dat is voor alle nieuwe... Ja, of dodelijk saai. Aspirant-trainers. Ja, waarschijnlijk wel saai. Maar voor aspirant-trainers is het gewoon lesmateriaal. Ja. Ja. Terwijl bij advocaat was dat niet... Was ook een les. Toen was ook een les. Toen was Kukju 6 kilo zwaarder. Toen was het wel entertainment. Dat is natuurlijk wel bij Dick. Ja, Disney weten wel wanneer ze moeten instappen natuurlijk. Goed. Genoeg over Feyenoord. Is het nou een laatste vraag. Is het nou een Rotterdamse feestje, blijheid? Of is Feyenoord ook landelijk echt wel heel interessant? Volgens mij is Nederland, in mijn jeugd was Nederland, net zoals in Stones en Beatles, ook verdeeld in Ajax en Feyenoord. Dat ging van Maastricht tot Delfzijl. Dat is op ieder schoolplein, toch? Maar hoe staat dat? En Feyenoord is natuurlijk een beetje kwijtgeraakt. Die is een beetje aan PSV. Maar nu zie je dat een slapende reus is geweest. En nu is maar wat denkt de gemiddelde Ajax-seat supporter? Zo die al bestaat, over dit Feyenoord. Is dit tijdelijk volgens hem haar? Of begint dit wel enge vormen aan te nemen omdat ze Champions League gaan spelen? Er worden miljoenen binnengeharkt, terwijl Ajax misschien Conference League wel gaat spelen. Is er zorg of denkt de Amsterdammer de Ajax-seat van dat komt goed? Ervan uitgaande dat Ajax het zelf weer op de rit krijgt, kan ik dit eigenlijk alleen maar toejuichen. Dat je die rivaliteit hebt. Ajax versus Feyenoord, Amsterdam versus Rotterdam. En dat dit nu ook gelijkwaardig is. Dat Feyenoord op dit seizoen, en ik denk vorig seizoen ook, echt een stijgende lijn al meerdere seizoenen achter elkaar aan het inzetten is. En dus niet meer onderdoet voor Ajax. Het grote, arrogante Ajax met de Brani. Dit is juist prachtig dat we nu 2 grote clubs hebben in Nederland. En ik denk dat het ook alleen maar goed is voor die strijd. En de meeste Ajax-zieren die ik heb gesproken, en dat is natuurlijk wel echt mijn eigen bubbel,
die hebben ook wel zoiets van, ja, als er dan iemand kampioen moet worden, het is geen Ajax, dan maar Feyenoord, want PSV willen we al helemaal niet. Maar het zou helemaal voltooid zijn als je nu in Rotterdam op grote schaal zou horen van, het zou wel fijn zijn als Ajax een beetje bij zou trekken volgend jaar. Ja, maar het is nog geen seizoen geleden dat Ajax het Bayern München van Nederland werd genoemd. En dat Bergwijn veel te goed werd genoemd voor de Eredivisie en noem maar op. Dus dat is zo snel veranderd. Mm-hmm. Dat je tegen de tijd dat Feyenoord aan de groepsfase van de Champions League begint, het weer volkomen omgedraaid kan zijn. Maar Feyenoord heeft natuurlijk ook aankopen. Het geluk dat ze volgend jaar dan Champions League spelen. Dat seizoen daarna wordt de Champions League helemaal omgegooid. Waardoor er eigenlijk meer kans is voor kleinere clubs, dus aanhalingstekens, om verder te komen. Dus Europees gezien, alles valt een beetje op zijn plek voor Feyenoord. Ik denk dat zij echt een geduchte tegenstander zijn. En nog, dit is niet incidenteel. Denk het niet. Nee, dat het gevoel heb ik ook. Dat Feyenoord nu aan de vooravond staat om nou eens een paar jaar te domineren. En dat het niet een incidenteel succes is. En het is alleen maar goed voor het Nederlands voetbal. Maar het ligt toch aan, het heeft altijd met personen te maken. Precies. Dat is met Ajax ook. Het was Ten Hag en Ziyech en nog een paar spelers. En dus jullie denken zonder Slot? Denk ik wel. Denk dat dan heeft Feyenoord echt een probleem. Nou ja, dat is zonder het risico slot, dat er dan een soort machtsvacuum ontstaat, waarin heel veel mensen denken, ja, nu is het mijn beurt. En mensen die misschien minder capabel zijn dan Slot. Dat heb je bij Ajax natuurlijk ook gezien. Ja. Maar ik denk niet dat Slot weggaat. Nou, er wordt ook gezegd dat hij gaat blijven. Mm. Maar ja, Tottenham Hotspur zal maar zeggen, kom het maar 3-4 doen. Van alle clubs die je kan noem je Spurs. Zelfs niks? Nog steeds pijnlijk, nog steeds getraumatiseerd door Spurs, Ajax, Champions League. Ja, hou op. Ja, maar dat is voor een Feyenoord hart een extra reden om het te doen natuurlijk. Ja, maar kom op, je kan Champions League spelen. Europa ligt hier voor je klaar om te veroveren. Ik denk dat Slot ook wel denkt van, als ik dit team nog een beetje bij elkaar kan houden, laten we het gewoon proberen. Nee, maar als jij geruikt aan de Premier League, dan speel je elke week Europees voetbal in kolkende stadions. Ja, en verlies je ieder seizoen niet van het geld van Manchester City. Ik bedoel, dit is nog echt, er valt hier nog iets te halen. Ja, ik weet ook niet of geld, of die daar ontvankelijk voor is. Ik heb wel eens gehoord van wel. Maar het verschil tussen 1,5 of 2 miljoen en bij Spurs 5, 6 miljoen. Nee, misschien wel meer. Meer, denk ik. Meer, ja, echt wel meer. Ja. Maar ik heb nu van Slot een soort van Messias van Feyenoord van Rotterdam gemaakt. Die kan zich niet laten verleiden door het grote geld. Die moet zijn discipelen trouw blijven en nog een stapje verder gaan. Amen. Dan ronden we Feyenoord hierbij af. Hé, hey, we hebben er toch klagen wat hierover. Wessel Penning. Ja, Pelle, wat wil jij zeggen? Oh ja, zullen we dat eventjes doen? Wij hebben sponsors. Wij kunnen niet zonder sponsors. Wat te denken bijvoorbeeld van Pocon. Ze hebben trouwens bij het Hofplein, waar de viooltjes zijn vertrapt, hard Pocon nodig. Ja. Want dat ziet er niet best uit. Maar het allerbelangrijkste is, jij bent het weervrouwtje van vandaag. Wat zei jij? Ja, er komt een droge, warme periode aan. Precies. Het is tijd om weer aan het werk te gaan. En wat heb je dan nodig, Danielle? Pocon. Gazonrevolutie. Extra voor die droge periodes, extra water. En dan moet je dus echt aan Pocon denken. Want die diepe wortels die moet je dan zien te bereiken, Frans. Ik zie je een beetje glazen kijken. Maar die diepe wortels. Ja, ik heb het ook tussen de stenen. Dat heb je, dat gras groeit daar. En met hele diepe wortels. Dat is het mooiste gras hè, tussen de stenen. Ja. Hartgras. Hartgras. Ja, sorry. Dat gooi je ook Pocon tussen de stenen. Nee, maar dat gaat vanzelf. Dat gaat via het grondwater. Hè? Ja. Ja. Zou ze in de Kuip met Pocon werken? Dat is een hele goeie. Dat gaan we eens een keer checken bij de bron. Maar ik denk dat Wessel nu maar even met rust moeten laten. We zouden nog kunnen bellen. Gaan we niet doen. Ik zag bij ESPN werd de grasmat van PSV geroemd. Wat echt lekker gras. Dat vond ik wel mooi dat de commentator. Lekker gras. Ja, dat was echt lekker gras. En, leuk naam voor een tijdschrift. Lekker gras. Ik moet niet aan rode oortjes denken. Maar dan denk je niet aan voetballen. Hè? Rode oortjes, wat is dat dan? Het heette toch rode oortjes? Dat stripboek van vroeger? Erotisch stripboek. Erotisch stripboek? Ja. Oh, dat zegt mij niks. Oh. Nee. Lekker gras. Lekker voorjaar. Ik wil alleen nog maar aan de luisteraars zeggen. Via Insta kun je op @pocon.nl de beste tips vergaren. Dus doe je voordeel mee als je een moestuintje hebt. Tuin, kamer, planten. Weet ik het. Dan gaan we het hebben over Groningen Ajax. Want het goede nieuws ervan is dat Ajax niet heeft verloren. Nee, dat ze midweeks weer mogen voetballen. Dinsdag om 3 uur. En dan denk uur. Je toch aan Europees voetbal. Maar helaas, het is een inhaalwedstrijd. Wat een tijdstip. In Groningen. En jongens, wat vinden we van wat er gebeurde?
bij Groningen? Wat, ja, voor wat er gebeurde of van die regel? Want daar is natuurlijk nu veel discussie over. Nou, zeg maar eens. Ja, ja, ik vind die discussie over die regel vrij ingewikkeld. En dat die mensen bij Groningen inmiddels ontploffen van ergernis en frustratie, dat begrijp ik wel. Ja, maar wie bedoel je nou? Bij zowel de supporters als de directie. Want die Wouter Gudde, als die iedere keer nu voor de camera komt, die weet het niet meer. Die gaat iedere keer gaan die ogen meer hangen. Dat is echt, echt dramatisch. Nou, hij zegt dat hij er alles aan heeft gedaan, maar dat ging geen net. Heb je dat filmpje gezien wat rondgaat op social media? Dat er een zwart doek is in dat vak en daar staan 3 of 4 of 5 beveiligers voor. En niemand die denkt, hey, misschien moeten we even ingrijpen, kijken wat er daaronder gebeurt. Er is er één dame uit het vak zelf die naar beneden loopt mevrouw. Om er iets van te zeggen en die krijgt vervolgens een beuk. Oh, jij hebt ze een klap gehad? En dan denk ik, we hebben er alles aan gedaan. Hoe bedoel je, je hebt er alles aan gedaan? Er staan beveiligers omheen en niemand die het doet. Want dat is de tactiek, hè, tegenwoordig. Ze smokkelen een doek mee naar binnen, een zwart doek. Daar gaan ze onder zitten, zodat er geen gezichtsherkenning nodig is. Wat ze wel vaak vergeten is dat er dan een stukje vlees vrijkomt waar een tatoeage op staat. Dus volgens mij zijn ze dan nog altijd herkenbaar. Het spinnenweb op de knie. Ja. Oh god. Eigenlijk moet je met die mugshots moet je tegenwoordig niet alleen de gezichten doen, maar moet je gewoon ook alle tatoeages vastleggen. Maar ik denk dat dat dan 2 discussies zijn. Zeg maar de regel van de KNVB. Ja. En zijn die niet goed? Ik ben niet per definitie tegen deze regel, een maatregel, maar wel tegen de manier van invoeren. Ik had daar toevallig gisteren met Roman Delinsky ook voor Hartgras schrijft een discussie over. Dit had je het gewoon veel beter moeten implementeren. Doe het vanaf het volgende seizoen. Nu was het een reflex vanuit paniek. En er is geen enkele nuance aan die regel. Als er bij wijze van een leeg blikje of een bekertje plastic beetje valt, dan wordt het nog steeds gestaakt. En er is wel een verschil tussen gericht gooien, bier, voorwerpen. En als je op de eerste ring zit en je juicht en je beker vliegt uit je hand en die belandt dan zeg maar langs de zijlijn. Er zit een verschil in. En die nuance is nu helemaal weg, want alles wordt volledig gestaakt. Dus daar moet over nagedacht worden. Echt, doordat het nu is ingevoerd op deze manier, ben je ook alle goodwill al kwijt voor het volgende seizoen. Je kan nu niet gaan zeggen, we gaan nog dingen aanpassen. Want je hebt al supporters die hier helemaal tegen zijn. Oké, we benoemen Frans even tot interim KNVB-directeur. Heb jij maatregelen? Hoe gaan we dat doen? Ja, nee. Ik heb in ieder geval vind ik, ik vond het sowieso, die hele maatregel waar we het over hadden, een beetje VVD-erig. Van hard aanpakken hoor je dan altijd. Hè? Dat is altijd de mantra van de VVD. En vervolgens, ja, wat wordt er hard aangepakt? Ja, gewoon de huisvader die met zijn kind op de tribune zit. Want die wordt naar huis gestuurd. En die lolbroeken, die hebben een zin. Hè? Dus je hebt te maken met tuig, zal ik maar zeggen. Hè? Wat de voetbalwedstrijd uitkiest om te clearen. En die helemaal niet voor het voetballen komen. Maar hoe pak je die dan aan? Ah ja, kijk, in de horeca is het zo, als in een café drugs wordt verhandeld of zo, gaat het café dicht. Hè, dus in principe zou je eigenlijk volgens die doctrine een stadion voor publiek moeten sluiten als daar criminaliteit is. Maar je kan ook zeggen, van daar staan vervaarlijke uitsmijters voor de deur. Ja, maar dat, die durven toch die mensen niet aan te pakken. Want dat hoorde ik net van Pelle trouwens, dat die supporters, dus aanleidingstekens van Groningen, die komen uit Beerschot, dus uit Antwerpen. En die zijn waarschijnlijk van het Vlaams Blok of weet ik wat, van die vreemdelingenhaters, die dan lekker in Groningen herrie gaan trappen. Maar kan je die niet met een goede uitsmijter, of dat nou politiemannen met honden zijn, die supportersvereniging, apparatuur. Nou, ik zou zeggen, Ze afficheren zich als harde kernsupporters. Je hebt contact met die supportersvereniging. Trek die licentie van die supportersvereniging in als daar herrie op die tribune is. Ik heb niet de indruk dat ze allemaal lid zijn van de supportersvereniging. Nee, Die supportersvereniging domineert wel zo'n vak achter het doel. Dat wordt beheerst, er zit een hele hiërarchie achter. En ze hebben vaak ook gewoon een bestuur, het is een vereniging met een voorzitter en weet ik wat. Die kun je best, vind ik, aanspreken op. Ik doe toch even beroep. Ik consulteer even de oplossingsgezinde azijnbode. Frank Heijnen, hoe gaan we dit oplossen volgend jaar, man?
Het is natuurlijk wat Frans zegt over die VVD-maatregel. Dat klopt natuurlijk. Het is wel zo dat als je de nuance in die regel gaat leggen, dat het heel ingewikkeld wordt. Want dan zou je ieder bekertje moeten analyseren op. Ja, maar nu gaat het over die bekertjes. Gooien, ik vind dat het domme wat er is, dat het over bekertjes gaat. Terwijl gisteren ging het over best wel zwaar vuurwerk. Want als dat op een speler komt. Ook zonder de maatregel die nu geldt, was die wedstrijd gisteren gestaakt. Ja. Dus daarom zijn het twee verschillende dingen. En zij. Het was anders geweest als ze dus twee keer een beker hebben gegooid en daarom is die wedstrijd gestaakt. Maar zij waren erop uit, los van de maatregel, om die wedstrijd te staken. En hoe denken jullie dan over het eventueel de clubstraffen in de zin van punten in mindering? Want er wordt altijd gezegd, ja, dan is het heel snel afgelopen, want dan komt de sociale controle vanzelf. En, nou, dat zou iemand uit Beerschot niet dieren, denk ik. Nee. Je moet die supportersclub die hun faciliteert en die dat oogluikend toestaat. Ik weet zeker, als ik daar op zo'n tribune Ajax zou roepen, dan heb ik al drie looie pijpen in mijn nek. Weet je wel, dan grijpen ze wel in. Maar als er iemand met vuurwerk staat te gooien die uit Beerschot, uit Antwerpen komt, dan doen ze niks. Dus dat vind ik ook verdacht. Dus ik denk dat die supportersvereniging dat wel prima vond. Maar waarom kunnen we niet gewoon kaartjes op naam en een meldplicht met stadion verboden? Er zijn mega veel stadion verboden, maar politie vrij kan weinig het niet met uitvoeren. Meldplicht. Politie kan, wil het niet uitvoeren. Die controle, daar is geen mankracht capaciteit voor. En kaartjes op naam? Ik bedoel, ik moest mijn paspoort laten zien, anders kwam ik het stadion niet in. Ja, maar dat is hetzelfde als mijn zoons die al van hun 16e bier halen op elkaars ID. Ja. Je mag geen alcohol drinken op je 16e, maar al die jongens die lopen met kratjes bier door de stad. Dus dat is met dit ook. En dan neem je het ding van je broer of van je neef die op jou lijkt. Maar dan verleg ik even de aandacht naar Engeland. Daar gaat het beter. Ik zou niet zeggen dat het zaligmakend is. Ik bedoel, de familieleden van AZ, prominenten, die werden ook belaagd bij West Ham United op de tribune. Maar grosso modo kan je wel zeggen dat het in Engeland beter is geregeld. Wat doen ze daar beter? Ja, die meldplicht. Dan moet je als hooligan die veroordeeld is, moet je je melden op het politiebureau op het moment dat die wedstrijd begint. Ja, dus dan is dat toch wel een van de belangrijkste oplossingen. Ik denk dat het ook moeilijk is om daar binnen te komen als je al een stadionverbod hebt. Ik heb uit het Rotterdamse begrepen dat als je een stadionverbod hebt, dat het geen enkel probleem is om dan volgende keer weer bijvoorbeeld de Kuip in te komen. Dat is bij de meeste clubs volgens mij goed te doen. Ja. Een vriend van mij heeft een stadionverbod van Blackburn Rovers voor 25 jaar, omdat hij een sigaret opstak op de tribune. En iedere keer als hij in Engeland is en er is een wedstrijd van Blackburn Rovers, moet hij zich ook melden. Ook moet hij gaan roken bij het politiebureau. Het wordt zo goed gehandhaafd, dus ik denk dat dat wel echt de oplossing is. Maar we kunnen allemaal ideeën en maatregelen aandragen. Maar feit is, ik ben 100% zeker, dat volgend seizoen is deze maatregel nog steeds van kracht. Ja. KNVB gaat hiermee door, in Nederland inderdaad. En ik denk dat we die discussie nu moeten verplaatsen van, het is een kutmaatregel, lala. Maar even moeten kijken, hoe kunnen we hiermee omgaan en hoe kunnen we zo snel mogelijk oordeel op zaken stellen. KNVB heeft veel te laat gehandeld. Ze hebben het laten sudderen tijdens corona. En willen nu in één keer de boze schoolmeester, de VVD schoolmeester. Ik had Henk Spaan aan de telefoon zojuist. Hè, want zonder zijn adviezen ga je hier niet relaxed zitten. toen zei hij, ze moeten Michael van Praag eigenlijk inhuren als brug tussen politiek en KNVB, voetbalbond. Heeft dat zin? Frank? Ik heb geen idee wat hij gaat doen. Ja. Hoe ziet Henk dat voor zich? Nou, ik kreeg een beetje de indruk dat hij hem veel status toebedeelt. En denkt dat hij de politiek kan bewegen om hier te helpen. Dus dan kom je denk ik toch wel uit bij het naleven van stadionverboden, meldplicht, et cetera. Ja, maar dat heeft natuurlijk gewoon mee te maken dat ook politie en burgemeesters ook. Je moet een soort bereidheid creëren in de maatschappij voor dat er veel capaciteit wordt vrijgemaakt voor. Ja. Dus iedere voetbalwedstrijd. En dat kost geld. Je moet ook van op zondag, idee hè? Dat precies, kost geld en misschien moet de politiek. Maar het is ook geen voetbalprobleem, het is een maatschappelijk probleem. En we kijken de politiek nog steeds als voetbal. Ja, maar dat is het niet. Voetbal is representatie van de maatschappij. En daar is Michael van Praag dan voor nodig. Het zou ook iemand anders kunnen zijn. Of Danielle. Waha. Maar om de politiek te bewegen, om daar dan heel veel geld voor uit te trekken. Om de politie dat geld te geven. Om het te maar waarom zouden naleven. De clubs daar niet wat meer voor betalen dan?
Ja, dat lijkt mij ook. Ajax, Feyenoord, PSV, ja. Die hebben toch geld genoeg. Dan geven ze maar wat minder. Dan geven ze dan maar wat minder aan een of andere kruk die ze aankopen. Dat, en in plaats van vrijwillige stewards, gewoon wat goede beveiligers inhuren. Nee, maar gewoon een soort speciale belasting. Net zoals je toeristenbelasting hebt, voetbalbelasting. Oh, ja. Voor alle clubs in de Eredivisie. Laten we gewoon maar betalen. Want dat vind ik wel het rare maatschappelijk gezien. Er wordt ontzettend veel geld verdiend. En dat wordt afgewenteld over gemeentes die met elke stuiver moeten omdraaien om nog ergens iets te kunnen betalen. Dus dat vind ik ook wel. Ik snap een burgemeester wel dat hij zich kapot ergert eraan, aan zo'n club. Het is wel saai, hè, om hierover te praten. Ik bedoel, de mensen zijn de afgelopen 10 minuten niet één keer in de lach geschoten. Dat betekent dat we het misschien eens over wat dode mensen moeten hebben. Chef Dood, heb jij nog iemand gesignaleerd? Nee, ik heb er niet meer bij. Het is lente, hè? Je wilt ook wel eens een keer... Is er nog iemand geboren van? Nee, dat is bij ons in ieder geval lang geleden. Hou jij het wel in de gaten eigenlijk als Chef Dood? Wie er allemaal de pijp uitgaan in de voetbalwereld? Ja, op zich wel. Maar ik moet zeggen... Hoe doe je dat? Heb jij een vaste term die je intikt? Dood voetbal? Ja, bijvoorbeeld dood voetbal. Ja, voetbal, ja. Krijg je nog niet hele filosofische essays over de huidige staat van het voetbal? De dood van het voetbal? Ja. Nee, ja. Nee, helemaal niet. Maar voetbal leent zich wel tot filosoferen, vind ik. Maar het gebeurt te weinig. Nee. Heb jij er nog eentje? Nee, ik zag alleen dat Lukoki... Nee, Lukoki werd herdacht een jaar... Is dat weer een jaar geleden? Ja, daar kwam Tjerny en Misidjan met het shirt, hè? Ja. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Maar er is zoveel gebeurd afgelopen voetbalweekend. En eigenlijk bijna alles is gewoon een beetje lelijk. Arsenal die nu definitief alles vergooit en 3-0 van Brighton. Explosieven onder de tribune bij Toulouse. 5 spelers uit de selectie gezet omdat ze niet de regenboognummers willen dragen. Pogba na 23 minuten geblesseerd. Barcelona spelers die een vreugdedansje op de middencirkel doen en worden bestormd. Maar dat is toch wel terecht dat die spelers uit de selectie zijn gezet? Ja, ik ben het ermee eens. Maar dat levert dan weer heel veel discussie op. Ja. Want het homofobe karakter komt zo wel boven. Hè? Er is plaats voor iedereen in het voetbal, maar niet voor homo's. Dat is eigenlijk wat je zegt door te weigeren die regenboogrugnummers te dragen. Ja. En dan volgens mij Mustafa van Toulouse, die kwam er wel vijf jaar van mijn geloof, draag ik dit gewoon niet. Ik kan dat niet doen. Prima dat je daarvoor uitkomt, maar je voetbalt wel voor een club die wil dat voetbal toegankelijk is voor iedereen. Dat is een van de, volgens mij Jurjen van Westen noemde het, de grondbeginselen van het voetbal. Misschien een beetje dramatisch verwoord, maar het klopt wel. Hoe kan je dan zeg maar je werk nog doen als je daar niet aan conformeert? Maar het wordt wel interessant als echte grote spelers dit gaan uitdragen. Mm. Hè? Nou ja, Cuxy doet dat toch ook, min of meer? Ja, Feyenoord kwam ook niet met een veroordeling. Nee. Die maken hem. Het is interessant als Cuxy blijft. Maar dit wordt weer niet op te lachen, Hugo. Godverdorie. Islam en homo-haat. Ja, wat ik er echt om te lachen vond. De aanleiding was misschien niet. Was ook weer een beetje treurig. En voetbal als. Gewoon de lelijke kant van het voetbal. Maar dat interview met Michiel Kramer en Nick Viergever. Na afloop van Utrecht RKC. Waarbij ze dus staakten de laatste 2 minuten. Wat sowieso grappig is. Want, ja, ik heb hem even gemist. Ik weet wel van het staken natuurlijk. Ja, maar daarna werden ze geïnterviewd bij ESPN. Eerst was Kramer aan het woord, daarna Viergever. En die zeiden eigenlijk exact het tegenovergestelde. Maar ze waren het helemaal eens. En dat was dus de reden waarom ze staakten was volgens Kramer dat het die regel eigenlijk niet deugde. En dat het allemaal een beetje onzin was. En dat, dat maar eens gezegd moest worden, als ik hem goed parafraseer. En Viergever zei, het is toch schandalig dat het steeds weer misgaat. Voetbal is een uitje voor met je kinderen waar je om 9 uur 's avonds naartoe gaat. Vond ik ook al, dat ik ook al dacht, kinderen moeten naar bed. Maar het was, maar ze waren het helemaal eens. Ze stonden echt heel eendrachtig, nog net niet gearmd naast elkaar. Maar ze hadden ook niet echt door dat ze verschillend standpunt... Maar beide kanten van het argument kunnen waar zijn. Ja, maar Viergever zei, ik sluit me hier helemaal bij aan. En daarna begon hij het exacte tegenovergestelde te beweren. Wat ik wel mooi vond. Want ik dacht, je kan het dus gewoon niet met elkaar eens zijn. En toch heel tevreden naast elkaar het denken eens te zijn. Ja, Utrecht RKC. Ja, het is,
Als je daar al gaat rellen. Nou, was natuurlijk dat waren dus van die losse bier. En daar was het dus zo dat de burgemeester eigenlijk het protocol, de keiharde maatregelen weer ondermijnde door die 2 minuten nog te dwingen uit te spelen. Ja. Ja. Dus het klopt ook niet. Hè? Er is dus voetbalwereld, voetbalbond, de overheid of de driehoek. Die zijn het uiteindelijk dan ook niet helemaal met elkaar eens. Nee, en zowel ze dekken elkaar niet. Voetballers en supporters voelen gewoon ook dat er een soort vacuüm is. Dat er geen heel duidelijke lijn wordt getrokken. En die ergernis kan ik me wel voorstellen. Het is alleen het is een beetje onzin. Het is niet zo constructief natuurlijk. Ik zou bijna willen pleiten voor een onafhankelijke toezichthouder die bepaalt wanneer een wedstrijd definitief wordt gestaakt of niet. Niet het neerleggen bij de spelers, want die willen altijd doorspelen. Niet het neerleggen bij de scheidsrechters. Dit is wel heel erg Nederlands, hoor. Een super soort Nederlands, maar... Oh, godsamme. Een soort supportersvar, eigenlijk. En wie had jij in gedachten? Michael van Praag gewoon. Oh, iemand die, ook, ja, iemand die niet van voetbal houdt. Die ook gewoon niks met voetbal te maken Gerard heeft. Gerard Joling. Maar ik vind die netten werken toch? En je zou bepaalde supporters ook in hokken kunnen doen. Maar Volendam, gewoon die van die dierenhokken, weet je wel? En dan schuif open. Ja, maar daar worden ze agressief van. Ik denk niet dat dat goed is. In een sluis voel je ze weer af, weet je wel? Ik denk wel dat de netten goed zijn, omdat iedere club volgend jaar gewoon de netten neer kan laten. Ja. Gewoon over het supportersvak, dat ze nergens meer heen kunnen. Als het misgaat. Jongens, waar ik blij van werd, en dan komen we toch weer even bij Feyenoord uit. Ik las een interview met... kan ze voornaam altijd zo slecht uitspreken. Hartman Rie. Quilinci. Q zeggen ze gewoon, geloof ik. Ja. En die heeft niemand heel... kan die naam. Nee, maar de jongen, je bent snel geneigd. We hebben het vorige week ook over tatoeages gehad, omdat ik er overweeg eentje te nemen. En ik werd eigenlijk gerustgesteld doordat een man die helemaal onder zit, geweldig uit zijn woorden kwam. Geen tokkie blijkt. Nee. Zich stormachtig heeft ontwikkeld en welbespraakt kan uitleggen wat hij voelt. Ik werd heel blij van deze jongen, Hartman, die bijna bij Excelsior had gespeeld en een geweldig jaar heeft. Ja. En hij heeft heel klein getatoeëerd hier, peace. En ik dacht, zou die Woodstock kennen? Zou Hartman Woodstock 1969, want hij zegt... Ik wil dat mensen lief en aardig tegen elkaar zijn. En ik vind oorlog zo erg. Make love, not war. Ja. Daar ben ik blij van. Ja. Ook ja, niet te lachen. Het is niet een hele originele gedachte. Dus je kunt op allerlei manieren kunnen komen. Als hij het opnieuw ervaart, dus niet in het verlengde van de Woodstock-generatie, is het wel weer leuk dat dan weer boven komt drijven in de voetbalwereld. In de homofobe, soms homofobe voetbalwereld. Ja. En het goede is natuurlijk dat hij dit soort softe teksten uitspreekt, maar in het veld bepaalt geen softie is. Hij gaat er wel vol in. Ja. En dit is toch ook gewoon weer een meesterwerkje van Slot, dat je van een linksback die net zo makkelijk een vergetelijke speler bij Excelsior had kunnen zijn dit jaar, nu gewoon een kandidaat voor het Nederlands elftal hebt. Ja, maar ik denk die jongen werd gezegd, Jean-Pierre van Gastel, hè? Die zei dat hij had hem in de jeugd gehad. Die zei hij was altijd goed, maar hij was heel vaak geblesseerd. Ja, maar ook niet exceptioneel, hoor. Dus misschien dat Van Gastel dat heeft gezegd. Ze vonden hem oké. Maar Slot heeft dan, wat bijvoorbeeld Van Gaal ze ooit zag bij Thomas Müller in het tweede van Bayern München. Die pikte die er dan uit. Dat is ook wel weer een gave. Ja. Ook mooi vond van Hartman, die wedstrijd tegen Ajax, waar hij er heel hard in ging. Emotie, passie, intensiteit. Bijna 2 keer geel. Slot wisselt hem en ik zag hem dan 2 weken later weer en hij ging er Roma net zo hard met passie in, maar je zag dat hij nu nadacht en dat er even iets was veranderd met hoe hij tegen Ajax speelde en dan tegen Rome. En dat in 2 weken was volgens mij minder zelfs, dat daar gewoon ineens een knopje omging. En ik dacht, oh wow, die heeft echt gewoon een heel groot aanpassingsvermogen en pikt dingen gewoon echt snel op. En als je hem dan inderdaad ook nog hoort spreken, dan is hij gewoon, oh, ja, love it. Aandoenlijk, ja. Nee, maar ik hoor ook wel een beetje een Franse stem dan in mijn hoofd met... tatoeages, koks mogen geen tatoeages hebben. Dat ook altijd als we dan over tattoos hebben, denk ik, oh ja, de meester die vond dat. Ja, ik vind het zelf wel onsmakelijk, maar als er een scherm tussen zit, vind ik het niet zo erg. Maar ik zou mijn eigen kinderen of zo, als ze het zou hebben, zou ik het wel even slikken. Of mijn vrouw of zo, dat die het zou doen.
Maar goed, het is een kwestie van smaak. Dus ik ben heel tolerant, hoor. Te kijken, ja, die witte biceps die daar als een soort kipfilet uit je mouwtje komt hangen. Maar die leent zich wel voor een tatoeage, Frans. Ja. Wat zou je erop willen zetten? Hard gras, toch? Als het echt moest, met een pistool op het hoofd. Dat is een mooie zeemermin, denk ik. Ja. En mama. Ja? Zo, een beetje zo'n... Denk je nog wel eens aan, hè? Nou, niet per se, zeg maar. Ik ben niet zo'n... ik ben meer een vaderskind, dus... maar het mama, dat hoort er toch... bij stoere mannen zeggen mama. Nou, papa kan ook, toch? Ja, mama vind ik mooier. Ja, en dan de geboortedata van je kinderen. Dat is ook. Jij zit ook niet onder, hè, Frank? Ik zit ook niet onder, nee. Nee, maar wat jij zegt van blij dat iemand met tatoeages zich goed kan uitdrukken, dat is toch wel echt een mening uit de jaren 90. Ja, maar ik durf dat gewoon niet meer. Ja, nee. Maar trouwens, over leuke dingen. Dat was voor jou misschien niet zo leuk, maar ik vond het feit dat bij Volendam gewoon dat ze een methode hebben gevonden om zonder per se heel goed te voetballen gewoon wedstrijden te winnen door een hele goede jongen met een hele goede trap de corners en de vrije trappen te laten nemen en een jongen met een hele goede kopbal die gewoon langer is dan de tegenstander voortdurend Mbuyamba vooruit te sturen en die kop ze er gewoon lekker in. Ik vond het wel jammer dat ze uitgerekend de Guzman tegen Mbuyamba gingen zetten. Ja, dat is een strategische misser. Je zou zeggen, je hebt toch Laurits deed toch mee of niet? Ik weet niet of die al gewisseld was, eerlijk gezegd. Ja. Maar wie er wel uit was Eerthuizen. Dat was de jongen met lengte die daar tegenover zou moeten staan. Ja. Maar ja, dat is dan dat eeuwige verhaal van wie zet je in de zon. Ik zag Vriends in de zon verdedigen. Ja, die had ik dan toch voor die laatste blessuretijd, was het, meen ik, toch wel graag echt tegen de man die al raak had gekopt, gezet. Ja, ik ben benieuwd wat dan de overweging is. Ja, weet dat, je, het is heel interessant. Het ziet er zo eenvoudig uit. Je denkt toch, dit hebben ze in de eerste helft al een keer gedaan. Ja. Of was de eerste helft. Ik zou dan inderdaad afwijken van eventjes die zoneverdediging. Ik zou dan echt man tegen man, of zet in ieder geval een goed blok, dat die speler niet weer de lucht in kan. En blijkbaar... Nou neemt de Eiting die corners wel heel lekker, vind ik. Ja, geweldig. Ja. Maar blijkbaar is dat dus zeldzaam. Je zou zeggen dat ieder team heeft wel een iemand met een trap van Eiting. Maar niemand doet het zo zorgvuldig en zo vaak als Eiting bijna. Ja. Maar nu het zo lang over de ellende van Sparta gaat. Jongens, raken jullie wel eens gefrustreerd, hè? Dat je bij bepaalde live sportevenementen niet... kan kijken. Hè? Omdat je... Ja, ze worden niet uitgezonden of ze zijn niet beschikbaar, omdat je toevallig in Nederland zit. Nou, dan heb ik de oplossing, hoor. NordVPN. Dan kun je dus je virtuele locatie veranderen. Kun jij dat eens uitleggen, trouwens? Hoe werkt dat? Jij bent echt van deze tijd. Leg deze fossiel even uit. Want jij hebt het bij de hand gehad, vertelde je net. Ja, maar ik hoef gelukkig niet te weten hoe het werkt. Ik heb gewoon mijn appje, NordVPN, op mijn telefoon en op mijn laptop trouwens. Ja. Bijvoorbeeld toen Groningen-Ajax wordt gestaakt. Oké, cool, VPN aan, Everton City opzetten. Dan krijg je gewoon een lijstje, je opent je NordVPN-app. Krijg je een lijstje uit welk land wil ik, zeg maar, in welk land wil ik nu zitten. Nou, dan kies ik Engeland. En dan kan ik dus eigenlijk gewoon schakelen naar een live zender. Dus eigenlijk is NordVPN een soort teletijdmachine. Een teleporteermachine. Ja. Niet een teletijdmachine, teleporteermachine. Teleporteermachine. Dat was wel echt vreselijk, want ik bedoel, Everton heeft het natuurlijk niet gered tegen City. Daarna dacht ik, nou, ga ik nog even iets Belgisch kijken. Dus jij gaat gewoon van Groningen naar Engeland, naar België. Japan. En dat allemaal MLS, met NordVPN. Ja, je kan kiezen hoeveel landen je wil hebben. En des te meer landen, des te meer je betaalt natuurlijk. Maar het is het echt wel waard, zeker voor mij. Wat is het raarste land wat jij erop hebt zitten? Tuvalu. Ik heb eigenlijk geen rare landen. Of onwaarschijnlijk land. Zuid-Korea, maar dat is niet echt. Voor mij inmiddels niet meer onwaarschijnlijk. Maar het is een soort gratis vliegticket eigenlijk. NordVPN. In principe wel. Ja. En het is ook wel chill. Want als je Netflix zonder dan dat opent, je vervuilt. Ja, wel. Precies. Je blijft gewoon lekker thuis. Je hoeft niet in de rij. Lekker je hoeft op niet de bank. Te vervuilen. Alle sportwedstrijden meekijken. Basketbal. Dat is toch heerlijk? Zuid-Koreaanse variety shows. Ik geniet er intens van. Het heeft mijn zondag na het staken van de wedstrijd een beetje gered. En daarna was er nog genoeg te genieten. Danielle, hoeveel uur voetbal kijk jij per zondag? Ja, ik heb gisteren wel echt heel veel voetbal gekeken. Ook trouwens Antwerp-Brugge, dat was ook wel leuk. Ja, heb ik ook nog even gekeken. Die stonden 2-0 Ik onderbreek je heel even, maak dat verhaal zo af. Want via de link nordvpn.com/hartgras krijg je een enorme korting op je plan.
En vier maanden gratis. Ja. Maar wat was je aan het vertellen? Antwerp-Brugge. Ik ben dus sowieso volledig anti die soort van na-competitie om te bepalen wie kampioen wordt in België. Het staat helemaal nergens op. Dus dan eigenlijk uit principe wil ik het niet kijken. Maar iemand tipte mij van kijk nou even Antwerp-Brugge. Nou, die stond een 2-0 achter. Twee keer een assist van Noah Lang. Hey. En vervolgens kwamen ze terug en hebben ze die wedstrijd met 3-2 gewonnen. En ze kwamen terug naar 2-1 in de eerste helft volgens mij al. Yeah. Nee, het gelijkspel. En daarna gebeurde er heel lang niks. En Brugge hield stand. Vincent Janssen, Kerre. Beuken. De Nederlandse tintje. En opeens kwamen ze in de 81ste minuut volgens mij. Kwamen ze op gelijke hoogte. En er komt zo'n jochie in van 18. Eerste Vermeer, gouden hand van Bommel. Echt een babyface. Ik dacht dat hij 15 was of zo. En die scoort gewoon zijn eerste profgoal. En het is ook nog de winnende. Maar wat er dan gebeurt. Die explosie van emotie. Al de wereld die staat te schreeuwen. En spelers die op elkaar springen. Supporters die juichen. Geen bier wat vliegt. Maar jij denkt dan niet van... Hey, gadverdamme, de club van een man die dickpics verstuurt. Die trekt nu aan het langste eind. Om dat, het maar even plastisch te zeggen. Als ik een stap terug neem. Over dat lange eind beginnen en dat trekken. Dat. Ja, daar weet ik niks van, maar ik vermoed dat zo. Dus over Koeblen denk je, oh, dit is best wel kut, want ik wil dat Union gewoon kampioen wordt. Maar als je dan die emotie ziet, dan weet je, dit is waarom ik voetbal kijk. Ja. Waar je kippenvel van krijgt, waar je in meegaat. Wat dit spel gewoon zo mooi random maakt. Dat had ook kunnen gebeuren bij een wedstrijd in Frankrijk. Of. Ja, het had ook daar kunnen gebeuren. Ja, maar het bizarre van die Belgische play-offs is volgens mij iedereen die enigszins logisch nadenkt, is daar tegen. Want het is gewoon heel oneerlijk. En tegelijk zijn die wedstrijden ieder jaar echt fantastisch. Mm-hmm. Die zijn echt spectaculair en er gebeuren altijd hele verrassende dingen. En heel oneerlijke dingen, wat voor de neutrale heel fan oneerlijk. Toch ook wel heel leuk is. Maar ja, als je supporter bent van vorig jaar bijvoorbeeld van Union, dan word je toch echt gek. Ja, maar dit soort wedstrijden maakt het wel. Die komen in de reguliere competitie gewoon veel minder vaak voor. Pleit jij voor dat wij het ook zo gaan doen in Nederland? Ik denk dat we al genoeg supportersgedoe hebben. Ik denk dat we die mensen een beetje moeten ontzien verder. Anders kan Wouter Gudde echt niet meer slapen. Zullen we het eens hebben over AZ? Dat speelt donderdagavond tegen West Ham United. Moet een 2-1 achterstand goedmaken. Frank, heb jij die eerste wedstrijd gezien? Nee, ik moest zelf voetballen. Dus ik heb, dat is altijd belangrijk. Ik heb de doelpunten teruggezien. Ik heb AZ... Wat heb je zelf gedaan? Dat wil ik eventjes weten. Ja, wat was het? Ja, we zijn gedegradeerd. Dus we hadden dik gewonnen. Is dat een 7-7 competitie of 11? Ja, 7-7. Ja. Gedegradeerd. Ja. We zijn gedegradeerd naar het laagste niveau. En daar zijn we zijn, hoe heet dat, te groot voor het servet, te klein voor tafellaken, maar dan op het mini-servetten niveau. Ik herinner me jou als een hartstikke leuke voetballer. Dat is wel lang geleden hoor. Ja, maar jij kon wel lekker voetballen, herinner ik me. Ja, ik kon ooit redelijk voetballen. Is het weg? Ja, op amateur niveau. Het is wel, de alle snelheid en wendbaarheid is wel weg. En wat er over is, is nog net goed genoeg voor de donderdag. Maar de All-Stars gezelligheid, die is er wel nog? Zeker, ondanks die is er wel. Ja, het is zo'n beetje jup-achtige competitie op donderdagavond ergens in Utrecht. Heel gezellig, maar er wordt ook wel echt goed gevoetbald. Er zijn ook teams die gewoon in het weekend op zaterdag in echte competitie, reguliere competitie spelen, die dan op donderdag daar komen trainen en eigenlijk een wedstrijdje spelen. Dus je kan ook echt wel leuk voetbal zien daar. Maar het verschil in niveau is enorm. Maar over AZ, ik heb gisteren een stukje van AZ Emmen gezien. Opeens, ik zag ook, en ik heb AZ Anderlecht en zo goed bekeken. Ik vond AZ toch wel echt, ik vind ze steeds leuker worden. In het begin had ik er niet zoveel meer, maar ook nu ook zonder Carlson, die is nu weer terug. Dacht ik, nou, ze blijven ook overeind. Ze zijn niet afhankelijk van één of twee hele goede spelers. Maar verdedigend zijn ze zo zwak, hè? Ze zijn wel een heel beroerd centrum. Maar het was die keeper, die Ryan, die het wel heel zwak deed, hè? Ja. Prutsen, ja. Maar zo, ik vind bijvoorbeeld, dit viel me in samenvattingen nooit zo op, maar in live wedstrijden zie je ook bijvoorbeeld hoe belangrijk Klaasie toch nog is en hoe goed hij weer is dit Klaasie jaar. Is heel erg goed bij AZ. Goed. En ook van die jonge types zoals die Kerkes, toch wel erg, geweldig erg goede voetballer.
Wat Pavlidis doet, is echt wel bijzonder. Dus ze hebben gewoon en nu vond ik ook voor het eerst Mijnans een beetje leuk om naar te kijken. Want die vond ik nog niet zo indrukwekkend. Nou, hij begon heel goed, heeft een inzinking een beetje gehad. En nu is hij weer... Ja, wat hij gisteravond deed. En ook, ja, dat was wel weer... Ik vind alleen Odgaard echt geen rechtsbuiten. Odgaard spits, toch? Ja, maar ze zet hem rechtsbuiten, dus dat lijkt echt nergens. Maar nu de echte voetbalkenner, even laat je licht eens even schijnen over AZ. Ik vind AZ echt mega wisselvallig. En je weet als ze een hele goede wedstrijd hebben gespeeld, dat ze daarna ver onderin kunnen gaan. Dus ik heb een beetje slecht voorgevoel voor deze wedstrijd. Ik ook. En ik heb West Ham voetbalt, zeker de laatste weken, echt leuk. Nou, tegen AZ was het onthutsend. Ja. Nee, maar mooi in de Premier League bedoel ik, hè? Ja, oké. Okay. Er zit wel iets van een soort van bevlogenheid in, wat ze dus niet zien tegen AZ inderdaad. Maar als zij dus, als het daar loopt en AZ doet wat ik van ze verwacht, dan wordt het een afslachting. Volgens mij als die Engelsen zorgen dat ze voortdurend in duel gaan met die, die balletjongens, dan wordt het gewoon 0-3. Ja. Want ze zijn gewoon te licht. Ja, en die wedstrijd viel me op dat ze het ook niet konden volhouden. Nee. Want ze speelden toch best aardig, maar die tweede helft zakte het snel weg. En tegen het einde toe konden ze bijna niet meer op hun benen staan. Nee. Dus als we gaan voorspellen, ik zeg 0-3. Oh, nou. Frank? 0-0. 0-0? Ja. Nou... Het kan lelijk waaien daar in Alkmaar. Het is een heel onguur stadion. En dat is die luxe paardjes van de West Ham. Die gaan het niet gezellig vinden in Alkmaar. Daar staat Noord-Holland toch wel onbekend. Dat weet ook van Marcel van Roosmalen. Het is een pittige provincie, zou ik maar zeggen, voor de buitenstaander. En de nieuwkomer. Dus ik denk dat die West Ham toch wel van een koude kermis thuiskomen. En dat het 2-1 voor AZ wordt. Oh, verlengen. Net zoals tegen verlenging. En dan strafschoppen? Strafschoppen en dan... Max Meerdink. Ja. Max Meerdink. Ze gaan naar de finale. Gewoon naar de finale. Dat voorspel jij eventjes. Oké. Okay. Kan nog, hè, van tevoren. Ja, tuurlijk. 1-2. Ja, einde verhaal. Ja. Prachtige run, diepe run voor AZ, maar niet genoeg om de finale te halen. Jij noemt net de naam Marcel van Roosma. Die hebben een transfer naar de commerciële gemaakt, samen met Gijs Groenteman. Jij een regelmatige kijker? Ben jij een regelmatig van Media Insight? Ik ben wel een Marcel-liefhebber. Dus Wie niet? Ik kijk hem graag. Dus het ging wel vaak over programma's die ik niet kende. Of die ik niet... De onderwerpkeuze was wel wat oninteressant, vond ik. Maar juist het geklungel van Marcel vind ik altijd wel heerlijk opstaan. Terwijl dat in de regie niet afgesproken is. Omdat hij nog aan een of andere draad vastzit. Heerlijk onhandig. Ja. Daar hoop je dan op. Hè? Dus dat moet hij wel behouden, vind ik. Ja, Frank, jij schrijft regelmatig over televisie. Zit jij in de buis gekluisterd als de mannen eventjes van de publieke omroep een uitstapje gaan maken bij SBS6? Ik ben net als Frans groot Marcel-liefhebber. En ik volg ook toch ook wel heel veel. Je kan echt je halve dag vullen met zijn uitingen. Hij is actief. Dat is ongelooflijk. En in principe... doet hij redelijk vaak hetzelfde en verveelt het toch nooit. Nee, vind ik echt, hij vermaakt me altijd. Ik weet niet, als die podcast ook blijft doorgaan terwijl ze iedere avond, dan moet ik iets gaan opzeggen. Want ik ga niet s'avonds ook nog een uur met Marcel. Maar wordt dat iedere avond ook? Volgens mij wel, toch? Ja, dus een maand lang dagelijks. Ja, dat lijkt me... Nee, dat is te veel. Dat lijkt me een overdosis. Maar ik ga wel met mate er heel veel plezier aan beleven. Zouden ze iedere dag een soort Media Insight gaan maken? Ja, het wordt een ander programma, begreep ik. Ik ben zeker heel benieuwd. En ik denk dat ze gewoon hetzelfde doen als wat ze min of meer bij Media Insight en in die podcast... Wat ze eigenlijk doen is een anti-praatprogramma maken, hè? Ze spotten met alle wetten door inderdaad niet strak geregisseerd. Er zit wel een zekere regie in, maar ze nemen er toch een loopje mee. Nou, het is eigenlijk niet eens, ben ik zo benieuwd naar wat ze gaan doen. Want ik denk dat dat best wel leuk wordt, of misschien wel heel erg leuk voor ons. Maar het is natuurlijk interessant, die miljoen mensen, of wat zijn het... Vandaag in Site kijken, ja. Of die wat de reactie daarvan is. Mensen voor wie dat misschien nieuw is, of die in ieder geval dit nog niet zo vaak als je verwacht dat Marcel de plaats inneemt van Johan Derksen, bijvoorbeeld, dan kom je bedroog uit. Want het is een ander amusement dat de heren te bieden hebben. Ja, en Marcel is ook
ook hard, ook voor iedereen en ook voor de mensen die kijken. Ja. En die neemt geen blad voor de mond, ook niet als het hem als het misschien tegen de schenen van het eigen publiek is. Ja. En dat... En wanneer is het op televisie? Vanaf 2 juni stoppen ze dus Derksen en Co. Dus zal maandag drie... daarna, ja, denk maandag ik. Daarna. Ja. Ga je kijken? Ik wil even kijken inderdaad wat het is. Minimaal een week proberen. Ja. We moeten nog toekomen aan de koning van de week. Hebben jullie gedachten daarover? Ja, Frank? Kuksu. Nee, dat vond ik meteen, toen ik hem zag liggen daar op het gras van de Kuip, dacht ik, dat is de ware koning toch echt ook wel van de competitie. Want hij is belichaamd, vind ik, de hele kracht van Feyenoord en het mooie voetbal. Want het blijft een hele... sierlijke, mooie voetballer. Jij bekroont eigenlijk niet de man van de week, van het weekend, maar meer van het seizoen, hè? Nee, maar ook het moment. Als ik hem zag lopen en zich zag geven, terwijl ze al met 3-0 voor stonden, dat belichaamde voor mij wel de spirit die Feyenoord heeft als enige club. Hè, want dat heeft zelfs Twente had dat lang. Geen enkele club heeft dat het hele seizoen laten zien. En zij hebben echt het hele seizoen en hij is daar de aanvoerder van. Het enige smetje vind ik moeilijk doen over homo's, weet je wel, vanuit je geloof, denk ik, geloof wat je wil, maar laat andere mensen ook in een waarde. Ja. Ja. Hij is Petrus. Hm? Als we het toch over evangelie hebben. Leg even uit. Petrus, de discipel van Jezus, die eigenlijk, wat ik me nog herinner, ik zat op een christelijke basisschool, altijd de meeste inzet toonde, altijd aan de zijde van Jezus was en eigenlijk de weg voor hem plaveide. En dat is Kuksje ook. Oh, ik dacht je ging vertellen dat Petrus behoorlijk anti-homo's was. That is implied, nee. Of het omgekeerde, dat hij Jezus wel een lekkere vent vond. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Nou, in de Bijbel staat heel veel anti-homo. Oh, trouwens, heel weinig, heb ik wel eens over gelezen, heel weinig dat ze de mogelijkheid dat vrouwen elkaar lief en lekker vinden, dat wordt helemaal niet uitgesproken in de Bijbel. Nee, alsof dat helemaal geen optie is. Of meer dat het zeg maar niet van belang is. Ja. Ook vanuit de semi-ondergeschikte positie van de vrouw maakt het niet zo heel veel uit wat ze doet als ze maar kinderen baart. Nee. Dat heeft waarschijnlijk te maken met 2000 jaar geleden. Maar dit geldt terzijde. Heb jij nog een koning of een koningin van de week? Ja, kan natuurlijk ook nog. Ja, ik blijf toch bij Feyenoord. En dan is mijn echt degene die dit weekend, vind ik, met afstand. En dan neem ik de maandag er even bij. Het best presteerde. Dus niet per se het hele seizoen. Maar Wesselpenning. Ja, Wesselpenning is echt mijn koning van de week. De fonteinduiker. Wat die gepresteerd heeft aan het begin van deze podcast. Ja, een soort verslag vanuit de loopgraven van het geluk. Dat vond ik wel, vond ik wel mooi. Dat is een maar ik vind het mooi als je een soort highlight van Wessel moeten monteren. Want Wessel begon als seizoen. Heel angstig mannetje met heel dun stemmetje. Ja. En nu staat hij te gloriëren in een play op de Kool Single. Ja. Hij wordt hier naar binnen gedragen. Ja. In een Dixie. De Dixie. Op de play. Maar dat is prachtig. En al zijn angst is hij ook kwijt. Want ik heb hem leren kennen toch als een bange man die de bui al zag hangen bij alles en nog wat. En nu hij heeft alle stroom wel afgeworpen. Hij is vrij, ja. De vraag is natuurlijk hoe zou een speelfilm over kunnen maken? hoe dat na 4 wedstrijden in het nieuwe seizoen is, hè, met Wessel. Don't jinx it. Nee, dat komt wel goed met Feyenoord. Ik heb daar wel een goed gevoel over. Ik wilde Tjerny nog eventjes noemen. Die buitenkant voet. Paas, heerlijk. Was heel erg mooi. Maar je moet het inderdaad bij Feyenoord houden. Ik zat aan Hartman te denken, maar dan staken de stemmen hier. Ik wil ook wel mee met Hartman. Maar dat zat hem vooral in dat interviewtje. Hè? Maar als jij dan Hartman doet, dan ga ik weer naar Wesselpenning. Oh, ja. Dus ik wou voorstellen om Wesselpenning uit te roepen tot de koning van de week. Dan rest ons niets anders dan een punt te zetten. Op hoeveel zitten we, Pelle? Hoeveel minuten? 1 minuut 8. 1 minuut. Hoe heb je het vorige week gedaan? Want toen zaten we op 1 minuut 10. Gesloopt? Wat eruit gesloopt? Nee, hebben we helemaal... Ik wil eigenlijk nog wel een soort van prins van de week aandragen. Ja, kom maar. Die geen Feyenoorder is. Ja? Niet eens een Nederlander. De zoon van Wesselpenning. Was het maar niet Peter. Nee, Fabian Ruiz van PSG.
die een geweldige goal scoorde. Oh. En je hebt spelers, zijn of linksbenig of rechtsbenig. Ik hoor hier de stem van Henk Spaan toch doorheen klinken op een of andere manier. Oh, echt? Frankrijk. Ja, dat is waar, PSG. Maar je hebt spelers die zijn linksbenig of rechtsbenig. Modric is dan driebenig, van die kan alles. Maar Fabian Ruiz is driebenig dan... is alleen Overmars, hè? Dat... en Geert den Oude, hè? Maar Ruiz is zo'n speler die dus linksbenig is, maar wel zowel binnenkant als buitenkant voet, zoveel controle over de bal heeft. En hij scoorde dus een goal met de buitenkant van zijn linkervoet. En hij wipte hem zo achterloos bijna gewoon het doel in. En ik heb er denk ik een stuk of 4, 5 keer teruggekeken. En jij dwingt ons nu eventjes naar YouTube te gaan. Ja, 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 het is echt een... Het commentaar deed die goal... Het gaf de goal niet genoeg eer. De achterloosheid waarmee hij die bal gewoon buitenkant links wipt. Tjoep. En daarin belandt. Oh, echt pure schoonheid. Kijk, team. Ja, dit is wel het enthousiasme waar we behoefte aan hebben. Als we bedenken hoe lang we over lelijkheid hebben gepraat. Ja, we hebben het lang over lelijkheid gehad. Gelukkig nog een pareltje op het slot. Yes. Dank voor het luisteren. Volgende week is er weer een hartgras. Dan zitten we aan 123. En dan is de grijze eminentie weer terug. Nou zeg, ik ben helemaal vergeten. Wij zitten vrijdag, dat betekent Henk Spaan en ik. En wie sluit er daar nog meer aan, bij aan? Bellen? Suze en Frans. Bij HVV. En dat is ook terug te luisteren. Dat is een jubileum-uitzending voor HVV dan. En wij komen daar gezellig eventjes langs. Dus er is nog een podcast te luisteren voor wie interesse heeft. Dus niet alleen op maandag volgende week, maar ook vrijdagavond staat hij dan online, pellen. Nou, bij deze een luistertip.